ongelooflijk heerlijk. Wat is nou leuker dan gewoon een boek lezen? Lekker alleen, met niemand wat te maken. Maar ja, dan komt er iemand langs en die zegt, ben je een goed boek aan het lezen? Is het leuk? Vind je het mooi? En dan moet je er wat over zeggen. En dan opeens dan denk je, wat zeg ik dan precies? Moet ik dan opeens een echt antwoord geven? Ik ga proberen daarmee te helpen. Ik ben Liedewijde Paris van de Leesambassade. En we beginnen gewoon eenvoudig met smaak. Wat vind je nou eigenlijk zelf van een boek? Smaak, ja, dan kun je zeggen, ik vind het leuk. Maar ja, leuk, dat heeft geen bodem. Een mevrouw die zegt, het buurmeisje kan leuk piano spelen. Dat is leuk. Of ga je mee naar de film? Dat is leuk. Maar dat zegt niet zoveel. Schitterend heeft handen en voeten. Schitterend, dan ben je echt al positief aan het praten. Of waardeloos, heel negatief. Maar dan krijg je het meestal moeilijk, want dan moet je met voorbeelden komen. En dat is wel interessant. Probeer, als je iets wil duidelijk maken over je smaak, probeer niet te expliciet te zijn. Zeg niet, ik vind het heel erg mooi dat Karel aan het eind met Ellen trouwt. Maar zeg, ik heb het einde niet zien aankomen. Onverwachte wending. Dat is algemeen. Dat kun je zeggen dat je daarvan houdt. Van boeken met een verrassing erin. Of boeken waar je bij gehuild hebt, waar je om gelachen hebt. En als iemand zegt, ja, maar dat is helemaal geen geestig boek. Dat is nou het lekkere aan je smaak. Als jij gelachen hebt, dan heb je gelachen. Dat kan niet anders, maar jij bent jij. Er zit geen aan-uitknop aan jezelf. En je mag vinden wat je vindt. Want dat is smaak. Smaak wordt bepaald door wat je meemaakt in het leven. Wie je kent, hoe je bent opgevoed, waar je woont misschien, of je gereisd hebt, of je vrienden hebt verloren, of je getrouwd hebt of kinderen, of je tijd hebt om te lezen. Alles speelt mee met je smaak. Dus je smaak verandert. En dat is ook prima. Dat is het allermooiste. Aan smaak, daar kan niemand aankomen.